Hoi allen, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik de kandidaten en alle eerste hints van dit seizoen. We bespreken onder andere de 9 kandidaten van De Mol, een shot in de teaser dat kan leiden naar een film, en wie is de 10e kandidaat? Om deze video te beginnen bespreken we eerst de 9 kandidaten en wie ze zijn. Kandidaat nummer 1 is Samya. Ze is 26 en is advocaat. Best een vroege leeftijd om advocaat te zijn. Kandidaat 2 is Ruben. Hij is 22 en is patissier, als ik het goed uitspreek. Hij heeft dus te maken met chocola en een beetje banket. Kandidaat 3 is Comfort. Ze is 32 jaar en is gynaecoloog. Kandidaat 4 is Toos. Hij is 28 en een schrijnwerker. Kandidaat 5 is Leila. Ze is 34 jaar en antropoloog. Heeft volgens mij te maken met planten, dacht ik. Of met dieren, of beide. Kandidaat 6 is Thomas. Hij is 42 jaar en een leerkracht. Kandidaat 7 is Connie. Ze is 58 jaar en een docent. Kandidaat 8 is Lancelot. Hij is 27 en een vastgoedmakelaar. En dan tot slot kandidaat nummer 9 is Lieselot. Ze is 32 en een slager. Maar waar is nou toch die 10e kandidaat? Daar wilde Gilles de Koster tijdens de eerste aflevering van Café de Mol helaas geen uitspraak over doen. We zouden meer te weten komen tijdens de eerste aflevering van dit seizoen aankomende zondag. Om hierop aan te sluiten kregen we in Café de Mol ook al een teaser te zien die een paar dingen zegt. Er gaan veel geruchten rond op internet. Allereerst kan het shot uit de teaser wat nu in beeld te zien is leiden naar de film Twin Peaks. Ik heb die film zelf niet gezien helaas. En in deze film is er ongeveer hetzelfde shot. Het zou kunnen dat de 10e kandidaat dus misschien wel een tweeling is aan het woordje twin te herkennen. Of dat er nog 2 kandidaten zijn die samen een tweeling zijn. Dus dat het een soort, dat het eigenlijk gewoon dat er een tweeling in het spel zit. Dat zou echt wel echt heel vet zijn. Er gaan erg veel geruchten rond natuurlijk. Er zijn ook mensen die denken dat er een bekende Vlaming mee gaat doen. Een wisseling in kandidaten. Dus een soort weer 2 groepen hebt ofzo. Net zoals met het seizoen van Lennart. Een hulpmol en nog allerlei hele goede geruchten. Zoals bijvoorbeeld familieleden. De koning werd genoemd. Als grapje natuurlijk. Maar dat zijn best wel wat interessante geruchten. Er zijn hiernaast ook al enkele hints gevonden online richting de kandidaten. Maar ook richting de teaser. Allereerst viel het @demolbelgië2023 op Instagram op. Dat er allemaal pijlen op de profielfoto's van de kandidaten staan. Je ziet zeg maar op elke kleding zie je pijltjes opstaan. En daarbij valt op dat er 2 kandidaten zijn die nu in beeld zijn. Die hun handen over elkaar hebben en waar de pijlen dus eigenlijk niet echt goed te zien zijn. Kan iets zijn. Verder valt het ook op dat de kandidaten in een soort van teams zijn opgedeeld qua kleding en cowboyhoeden. Er zijn een paar kandidaten met een witte hoed en een paar met een zwarte hoed. Erg gek natuurlijk, maar het kan natuurlijk ook liggen aan het design. Om het er tof uit te laten zien van en dat het eigenlijk toch niks te maken heeft. Maar alsnog denk ik persoonlijk zelf dat er iets mis is met die kleding. Want je hebt 4 kandidaten en je hebt 5 kandidaten die ongeveer hetzelfde aan hebben. En verder hebben Dienhand van WDM2023 Hints op Instagram en ik een beetje helder nagedacht en kwamen we erachter dat er 5 vrouwen en 4 mannen zijn bekendgemaakt door Gilles de Koster. Dat kan dus ook nog heel erg goed betekenen dat de 10e kandidaat dus een man is. Een ander gerucht hiervoor was dat ze misschien met 6 vrouwen het spel spelen en 4 mannen. Dat zou natuurlijk ook nog best een goede kunnen zijn. Ook een hele goede twist. Dan gaan we even terug naar Café de Mol. En hierin is een shot te zien met de kandidaten. Met hun kenmerken, delen van de namen en beroepen. Wat hierin opvalt is dat Comfort de enige naam is die voluit te zien is in de foto. Verder zie je bijvoorbeeld Frans en wiskunde en aardrijkskunde. Lot 1, lot 2. Maar dat zijn allemaal geen namen. Gerecht en patissier bijvoorbeeld. Dat zijn ook geen namen. Alleen Comfort is de enige naam die voluit te zien is daarop. Valt zij dus als enige op, dus is ze verschillend van de anderen zoals een mol. Ook valt het nog op dat bij Comfort het opvalt dat zij de enigste is die haar hoed vast heeft met een hand. Dus eigenlijk best wel, het zijn allemaal best wel weer verdachte dingen die we nu hebben besproken. Verder halen we nu nog even hoe je aankomende afleveringen van De Mol kan kijken in Nederland voor de nieuwe kijkers. Dit kan via goplay.be. Maak hier een account aan en zet je postcode op een Vlaamse postcode. Dan ben je gegarandeerd dat je op GoPlay de Mol kan kijken. Maar dan natuurlijk ook enkel en alleen de Mol. Verder kan je op maandag en dan om 8 uur in de avond de Mol ook kijken via NPO Start. Dit kan een week lang gratis. En dan na die week nog een heel jaar op NPO Plus.
En NPO Plus kost juist wel geld. Verder is, zoals we waarschijnlijk weten van vorig seizoen, Café de Mol niet te kijken voor de Nederlanders, helaas. We konden aflevering 1 natuurlijk wel zien met de bekendmaking. Misschien hebben ze het een beetje veranderd dat we het alsnog wel kunnen zien. Maar anders is het natuurlijk best wel een beetje jammer. Dan even tot slot om deze video af te sluiten. Aankomende zondag om 8 uur precies is de eerste aflevering van de Mol te zien op GoPlay en Play 4. Ik zal vooraf en nadien even live gaan op Instagram om de aflevering na te bespreken en voor te bespreken. Daarnaast heb ik met Arjan, Dinant en Kim de podcast Procast voor de nieuwe kijkers. Hierin bespreken wij de afleveringen van de Mol samen en komen we tot goede conclusies. Deze zal er ook elke week te luisteren zijn op Spotify en YouTube. En de allereerste Procast is gisteren online gekomen, gisterochtend 8 uur. Voor nu dan ook weer bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer voor meer en dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters!